De beelden die zo even uw oog zijn voorbijgegaan, zullen niet hebben nagelaten u nog eens opnieuw te doordringen van de ernstige gevaren die ook onze stad en haar omgeving zullen kunnen bedreigen. Laconiek erover, maar nu ik het dan zag, had ik echt wel zoiets van, raak je wel, dan raak het je echt. Want ik vond net zo in de dag dat ik dat gezeur altijd, hè, 50 jaar geleden. Maar nu ik het zie, dan denk ik wel zo. Het is echt zielig die mensen, als je ziet, weet je wel, denk ik zo. Die stonden echt met tranen in de ogen op die baan. Het is echt heel erg rakend. In ieder geval heb je op de drukke Coolsingel al je aandacht nodig om niet onder een auto of tram te komen. Het stadhuis zijn we nog maar niet binnengegaan. Dat hoort nog tot de toekomstplannen, zei Kees. De unieke bouwcombinatie van warenhuis en journaaltheater zal in het nieuwe en in snel tempo omhoogstrevende Rotterdam een markante plaats innemen. Ik vind dit altijd zeg maar, toch het kloppend hart van zakelijk Rotterdam. Hier stond men vanuit het bedrijfsleven natuurlijk ook met elkaar zo eens te kijken naar wat er allemaal gebeurde. Hier is men bezig met de afwerking van de tunnelsegmenten die in lengten van 50 tot 70 meter in bouwdokken zijn gegoten en later in de tunnelsleuf zijn gevaren en daar afgezonken. Samen met het gemeentebestuur en een groot aantal genodigden maakten de vorstelijke gasten de openingsrit over het 6 kilometer lange traject van het Centraal Station naar het station Zuidplein aan de andere oever van de Maas. Meer dan 25.000 supporters maakten het San Siro stadion tot een Feyenoordstadion toen Rinus Israël de kostbare beker overhandigd kreeg. De politie schat dat zich hier 100.000 mensen verzameld hadden om de Europese kampioenen te huldigen. Er moet kleur en leven in zo'n stad komen. Er moet veel meer onderling contact zijn. Communicatie is het modewoord. En met Communicatie 70 wil men laten zien wat er in 25 jaar bereikt is. Men kan het zelfs zittende overzien dankzij de stoeltjeslift die voor C70 door het hart van de stad werd aangelegd. Er zijn tientallen boutiquejes geplaatst en kleine expositieruimtes zoals die waarin iedereen zich kan laten fotograferen naast de Cup van Feyenoord. De Coolsingel was altijd een hele grote boulevard, dus is in het begin van de 20e eeuw echt aangelegd. Net als in Wenen en in Parijs om een mooie boulevard te hebben. Alleen hij was niet echt welkom aan het lopend en fietsend publiek. En dat moet je zeker hebben, want daarmee wordt het van iedereen. Hoe lang staat u hier al te wachten? Van 9 uur. Van 9 uur sta ik hier al. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Met de eedaflegging en een handtekening onder de akte van benoeming was Ahmed Abou Taleb vanochtend officieel burgemeester van Rotterdam. Van lokale burgemeester Kriens kreeg hij de ambtsketen omgehangen. Van vicevoorzitter Tjelik van de gemeenteraad kreeg hij de voorzittershamer. En van bijna iedereen kreeg hij lovende woorden. Zij werden hier toegesproken door FNV-voorzitter Wim Kok. Wat hier vandaag gebeurt is een massale uiting van solidariteit. Solidariteit van de Rotterdamse werkende bevolking met de eisen van de FNV. 4, de rest van de avond. De rest van de nacht, als een ware kampioen, als een grote kampioen. Gefeliciteerd allemaal! Yes! It is never too late to say sorry! In een vijfkwartsmaat roepen. En dat dan de eerste slag van de klok van 12 uur onmiddellijk op sorry volgt. En dan de Coolsingel, de belangrijkste boulevard van Rotterdam. Bij het stadhuis stapt het paar uit, zoals gewoonlijk, om wat na te praten. Volgens protocol hoort het niet. Het stond ook niet op het programma. Maxima en Willem-Alexander op het balkon van het stadhuis. Dat is eigenlijk alleen voor gekroonde hoofden. En natuurlijk voor Feyenoord, als ze kampioen worden.
me and trust me, I'll give it just down. Took my hand, stopped, found the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. I've always said, praise God for you, praise God for you.